Ze zitten in groep 8, maar ondertussen werken ze ook in een echte winkel. De leerlingen van de Julianaschool in Schagen runnen samen een wereldwinkel op school. Dat doen ze zo goed dat de school er een prijs mee heeft gewonnen. De kinderen hebben allemaal een andere taak. Hey jongens, we gaan over 5 minuten open. Ik ben Cas en ik ben directeur. Ik ben Arnoud en ik ben inkoop. Ik ben Sabine en ik ben Evelien. Ik ben Chiara, ik ben van de evenementen. De kinderen verkopen hier food en non-food. Food, dat is wat je kan eten en non-food, dat is zijn dingetjes zoals dit parasolletje en bekertjes en ja, die libelles en bakjes en kaasjes. En food, dat is bijvoorbeeld koffie, honing, fudge. Dat wordt allemaal wel iets meer verkocht dan een non-food product. Ja. Weet jij ook waar deze kettingen allemaal vandaan komen? Ze komen uit India. Oh, oké. Ze zien er prachtig uit. Ja. Nou, ik denk dat ik deze neem voor de Emily. Ja, ze verkopen hier allerlei geinige dingen, zoals deze libelle. Die komt uit Vietnam en die kan je laten balanceren, bijvoorbeeld op je neus. Hoe duur is die? 21. Nou, ik wil hem wel graag hebben. En deze producten zijn trouwens allemaal fair trade. Dat zijn producten die zijn gemaakt in arme landen en die mensen krijgen daar een leefbare prijs voor. Leefbare prijs, wat betekent dat? Dat de kinderen naar school kunnen, dat ze eten kunnen kopen en dat ze in een huis kunnen wonen. De school heeft er een prijs voor gekregen. Ze zijn nu de eerste fair trade school van Nederland. Dat betekent dat ze zich op allerlei manieren inzetten om armoede in de wereld te bestrijden. En die prijs krijgen ze niet alleen voor de winkel. En naast die winkel krijgen de kinderen van groep 8 heel veel les in wat fair trade is. Gaan op onderzoek uit, weten wat derde wereldlanden zijn. Weten waar de producten vandaan komen, wat de ingrediënten zijn. Dus het hele proces, dat is gewoon heel belangrijk geweest. In Nederland zijn 400 van dit soort wereldwinkels, maar dit is de enige in een school. De kinderen vinden het erg leuk om er te werken. Ja, het is heel leuk, vooral omdat het ook een keer iets anders is dan uit boeken werken. Je leert met kassa's werken, je leert goed verkopen. Nou, je komt heel veel mensen tegen en je leert heel veel over de producten en over de landen. De winkel is 3 keer per dag een half uurtje open. En of de kinderen later ook een beroep ervan willen maken? Het lijkt me wel leuk, maar ik weet niet of je er heel veel mee verdient. En ik wil wel veel verdienen later. Ja, dat zou ik nou ook wel willen. Maar bij Fairtrade gaat het er dus vooral om dat de makers in arme landen meer verdienen. En dit is de eerste school die Fairtrade school van het jaar is geworden. Volgend jaar krijgt een andere school de prijs. Die wordt georganiseerd door de Wereldwinkelorganisatie.